Mag je zomaar naaktfoto's rondsturen? Wat is sexting nou precies? En wat moet je doen als iemand tijdens het stappen in je billen knijpt? Veel jongeren durven niet naar de politie te stappen met zulke vragen. En daar moet samen met Nederlandse YouTube-sterren verandering in gebracht worden. Beseffen de mensen nog wel wat ze veroorzaken als je op die doorstuurknop drukt? Dat vroegen wij ons dus af. En dus zijn wij de straat opgegaan met Jawel. Een hele stapel afgedrukte analoge foto's. En die hebben we face-to-face aan mensen uitgedeeld om eens te kijken hoe mensen daarop reageren. Mag ik iets vragen? Kunnen jullie mij misschien helpen? Het is al een tijdje uit met mijn ex, maar ik wil even terugpakken. En ik wil eigenlijk wat oude foto's van haar versturen. Willen jullie misschien helpen om dat te verspreiden? Oh nee, sorry. Maar doe je dat nooit via WhatsApp ook naaktfoto's doorsturen? We hebben dus ook eerst echt bij jongeren nagevraagd wat zij precies willen, wat zij zoeken in de site. En daar bleek uit dat vloggers hun heel erg aanspreken. Dus we gaan ervan uit dat het wel extra mensen naar de site gaat lokken. Nou, we kunnen ons voorstellen en we weten ook dat er jongeren zijn die vragen hebben over veiligheid. Nou is het natuurlijk niet altijd makkelijk om naar het politiebureau te gaan. Dat kan een drempel zijn. Of om een politieagent op straat aan te spreken. Nou, met name daarvoor is deze site bedoeld. Hè, want je kunt ook misschien met sommige vragen niet altijd bij je ouders terecht of bij vrienden. Nou, op deze site kun je echt alle vragen stellen en ook een heleboel antwoorden al vinden die door andere mensen zijn gesteld. Dus daar is vragen@politie.nl specifiek voor bedoeld. Door als bekende mensen er zeg maar zeggen dat je daar goed terecht mee kan, dan gaan er denk ik wel meer mensen heen als je ja. Ik vind het heel belangrijk, want er zijn heel veel mensen die gepest worden. En ik heb daar ook heel veel medelijden mee. En ja, daarom vind ik het ook heel belangrijk dat de politie dit doet. De Eindhovense kick-off van de campagne was bij VMBO De Rooie Pannen. De website vraaghetdepolitie.nl bestaat al jaren, maar was niet echt bekend bij jongeren. Maar nu door vloggers aan meewerken, groeit de belangstelling. Ik wou weten bij wat voor prankje je boete moet betalen. Wat ben je dan van plan om te gaan doen? Wij wouden met z'n drieën een YouTube-kanaal beginnen. En wat wil je nog meer weten van de politie? Ja, weet ik niet. Ik denk niet. Ja, ik weet al genoeg. Ja, ik hoef niet zoveel te weten. Dat komt allemaal vanzelf wel. Ja, ik denk dat ik iets ga vragen over sexting, hoe ze daarmee omgaan. En of het ook belangrijk is of hun daar echt heel erg mee bezig zijn. In 12 vlogs vertellen de YouTube-sterren op hun eigen manier over onder meer liegen op het internet, sexting en cyberpesten. Er komen 3 filmpjes per kwartaal online van elke keer verschillende videobloggers.